Ik ben Sven de Ridder en in mijn nieuwe film Space Jam, een nieuw begin, heb ik een paar bijzondere teamgenoten. Ze zijn eigenzinnig, prikkelbaar en een beetje loony. Ja, ze zien er misschien niet uit als de gemiddelde basketballer en ze kennen misschien niet alle spelregels. Bam, schiet de bal. We proberen het nog eens, oké? Of gehoorzamen aan de regels van de zwaartekracht. Dat kan, LeBron. Maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Voor de zekerheid gaan we snel even checken of ze wel een bal kunnen vangen. Goed, hè? Vangen, hè? Merci, Klein. Speciaal voor jullie, beste vrienden, kroop ik in de huid van Bugs Bunny. Hey, what's up, Doc? Hier, Olga Dol. Dit is voor jou. Don't ever call me doll. Ik ben Olga en ik vertolk de rol van Lola Bunny. Samen met basketfenomeen LeBron James neemt mijn Toon Squad het op tegen de Goon Squad. Ik stel u voor, de Goon Squad! Anne, stel uw team eens voor. Hallo, ik ben Anne Wouters, kapitein van de Belgian Cats. Ik vertolk de rol van White Mamba en samen met mijn teamgenoten Jean-Marc en Wewa en Aster en Zeymana gaan we het gevecht aan tegen de Looney Tunes. Verpletteren we de tunes, Jean-Marc? Dit wordt de match van de eeuw. Hij ziet er wel heel raar uit, nogal reptielachtig. Hopelijk lukt het om te spelen. Ik krijg tenminste vleugels van de brow, maar ook heel grote wenkbrauwen. Merci Jean-Marc, maar ik ben toch de graafste, want ik vertolk Kronos, de snelste speler van heel de ploeg. Naast al deze geweldige mensen vertolken er ook nog tal van andere toppers een rol in deze film. Denk maar aan Alex Agnew, Kamal Karmach, Tatiana Beloy. En de geweldige Lise Verheid. Wil je onze sterren ontdekken? Ga dan zeker kijken naar Space Jam, een nieuw begin. Vanaf 14 juli in de bioscoop.